Afgelopen weekend is in Boxtel een groot toernooi geweest. Een beachvolleybaltoernooi met 's avonds nog van allerlei activiteiten op de zaterdagavond. De organisator van dit geheel, Jip van Krieken, staat hier naast mij. Jip. Goedemiddag. Hoe is het zo gekomen? Hoe is het dat zo jij gekomen? Organisator bent van dit prachtige toernooi. Ja, zeker. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik had altijd wel de wens om wat te doen voor het uitgaanspubliek in Boxtel. En wij zijn toen met de markthoreca aan de tafel gaan zitten. En gaan kijken, oké, wat is het aandeel wat wij kunnen leveren bij een bestaand evenement. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij met name het avondprogramma zo kunnen inrichten. Dat het Boxtelse uitgaansleven daarvoor beloond wordt, als het ware. Dus dat heeft wat vergaderingen teweeg gebracht. En uiteindelijk hebben we een eerste editie 4 jaar geleden neer kunnen zetten. Met een heel goed resultaat tot gevolg. En zodoende zijn we dat ieder jaar gaan uitbouwen. We hebben heel veel ploegen meegedaan van het jaar. 64 teams hebben zich dit jaar aangemeld. Dat was ook binnen no time volledig ingevuld. Meer kunnen we ook niet kwijt in het huidige tijdschema wat we hebben. En ja, met een gemiddeld van 5 spelers per team. Ja, dat is een geweldige prestatie. Voor deelname aan zo'n evenement. Dat zijn voornamelijk Boxtelse ploegen? Het zijn voornamelijk Boxtelse ploegen, maar we hebben gedurende de afgelopen 4 jaar teams uit heel Nederland gehad. Groningen, Venray, Venlo hebben we gehad, Amsterdam hebben we gehad. Uiteraard Boxtel met de omgevings, het gebied eromheen, Liemde, Es, Schijndel, Sint-Michielsgestel. Veel spreiding inmiddels, ja. En hoe is het dan op de zaterdagavond gegaan? Want toen hadden jullie wat hitjockeys en dat was een groot feest. Het was een heel groot feest. Ik denk dat we ruim 2000 bezoekers hebben gehad de afgelopen zaterdag op de markt. Dus een geniale opkomst uiteraard. Meer kon er ook bijna niet kwijt. Het stond van terras tot terras ontzettend vol. Met DJ's uiteraard. DJ's is op dit moment een hartstikke hype bij het uitgaanspubliek. Ja. Ieder weekend zit gevuld met festivals. Ja, die DJ's die op die festivals staan, die hebben we ook proberen naar Boxtel te halen. Ieder jaar proberen we een andere invulling te geven. Ja, en dit jaar hadden we op het einde feest DJ Risa. En die brak letterlijk de markt af. Zijn er nog extra eisen aan jullie gesteld vanwege heel die discussie? Nou, naast de strenge eisen die wij al hadden, we hebben uiteraard met geluidsniveaus te maken, we hebben met allerlei regels te maken voor de veiligheid van de deelnemers, maar ook van de bezoekers 's avonds, zijn er dit jaar voorstellen vanuit ons gedaan om de overlast te beperken. Zo hebben we besloten om de zondag geen muziekprogramma uit te zetten, dus echt alleen puur op zaterdagavond te richten. Ja, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in alleen maar lovende en positieve reacties. Juist ook van mensen die omwonend zijn, van verschillende horeca, van verschillende winkeliers. En we zeggen, ja, het was wederom een topeditie en we gaan ervoor dat het volgend jaar weer op de kaart staat. Dan ben jij de organisator, maar toen ik hier rondkeek het afgelopen weekend, daar is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Er ligt een geweldige laag zand op de markt hier. Er zijn hekken, nou ja, ga maar door. Heb je daar een ploeg voor, een vaste ploeg, of doen dat verenigingen? Nou, ik ben inderdaad de organisator, maar alleen kun je nooit iets voor elkaar krijgen. Samen met de markthoreca, die uiteraard het hele horecagedeelte op zich nemen, hebben we dit neergezet. Zij zorgen er ook voor dat de uiteindelijke volleybalvelden netjes erbij liggen. Uiteraard heb je de gemeente nodig die ervoor zorgt dat alle voorbereidingen worden getroffen, dat de markt volledig autovrij is, alle paaltjes en andere obstakels verdwenen zijn. Vervolgens hebben we verschillende partijen die het podium mee opbouwen, die de verlichting leveren, die het geluid installeren. En tezamen maken we er een fantastisch evenement van. Nee. Als ik jou zo hoor, en ik ga jou nu vragen, geef nou eens in een paar woorden samen. Hoe dat weekend geweest is, dan zie ik de enthousiasme van je afstralen, maar vertel het nog maar eens. Ja, buiten dat het natuurlijk fantastisch, geweldig en groots was, denk ik dat dit echt iets is wat Boxtel nodig heeft. En met mij zullen er beslist nog veel meer zijn die Boxtel op de kaart willen zetten. En ik denk dat met de juiste mensen, de juiste
doorzettingsvermogen, ja, uiteindelijk heel veel kan bereiken. De toekomst. Ja. Zien we volgend jaar weer zo'n groot toernooi? Nou, gezien de reacties en ja, de balans op dit moment is de kans heel groot dat wij volgend jaar gewoon weer een Rabo Beach Break kunnen verwachten. Uiteraard weer verbeterd, nog meer geprofessionaliseerd en nog beter ervoor zorgen dat boksel op de kaart gezet wordt. Wij wensen jou heel veel succes, want boksel is er heel blij mee. Ontzettend graag gedaan. Dankjewel. Ja, en dan heb ik hier voor jullie het eindsignaal.